Ja, de wedstrijd wordt nu echt een wedstrijd. Hij ontbrandt, zeg maar. Ja, leuk. Na 2 uur en 5 minuten in redelijk eendrachtige samenwerking. Nu dan toch de concurrentie met Chariot en Kashebo. Ja, nou Chariot zet echt de aanval in. En dan moet Kashebo even een flinke... Kashebo even flink bijten om bij te blijven. Even Chariot. 20 meter hoor ik, ja. Kijk, hij wordt nog echt ingefluisterd door, of ingefluisterd, toegeschreven door Jurie van der Velde. Zo van hoeveel hij voor heeft. Het laatste wat je kunt doen als loper om te kijken hoeveel voorsprong is, is achterom kijken. Dat is altijd, ik beschouw het altijd als een teken van zwakte. Niet doen. Het, absoluut niet. Ja, het, nee. Met wielrennen precies zelf. Ja, het is echt een foutboel. Dat is als je achter je loopt, dat ziet, dan ben je aan de beurt. Maar Chariot lijkt hier wel de slag te slaan. Het gat wordt gewoon groter, heb ik het idee. Heb ik even geen beeld. Dat we zometeen ook in beeld kunnen krijgen hoe groot dat gat dan wordt. Ja, ik zie hem. Zullen we zometeen ongetwijfeld zien. Hij kan de finish ook al bijna ruiken, hè? Kijk eens, vaste camera. Dat is mooi. In het zicht van de vaste camera's en die lijn die weer van Lange wordt aangegeven. En hier zien we de verschillen. Met dus Chariot op kop, daarachter die debutant, Kashebo. Ja. En Edwin Kimayo, de Keniaan, op plek 3. En zo maakt hij oogt goed, hoor. Chariot zijn favoriete rol absoluut waar. Is het nu alleen de vraag of die tijd van tussen de 2.8 en 2.9... of die nog binnen handbereik is. Dat lijkt niet zo. Hij loopt goed door. In het zicht van de haven. Absoluut. Edwin Chariot. Kijk eens, Kashebo. En Kashebo probeert nog even... En Kimayo, het zit toch dicht bij elkaar. Dat is mooi. Om daarbij te komen. Ja. Afstand is echt niet groot. Wat gat is er? Ja, maar het wordt ook niet groter. En, maar ook niet kleiner. Nee. Evans Chariot. Nou, ik heb mijn weddenschap al verloren, ik zie het. Het zou helemaal mooi zijn dat hij hier op 2.29 binnenkomt. Ook dat lijkt niet te gebeuren. Ja, zo was het kijk dan eens. Nog even spannend. Maar dit doet hij goed, hoor. En Kashebo... Kijk eens, die lijkt er echt weer aan te zetten. Dit beeld kan iets vertekenen, terwijl ook kijk daarachter... Kijk eens, daarachter. Die vier. Kimayo. Ook Kimayo lijkt zich nog niet gewonnen te geven. Zeg. Kijk eens, hij keek achterom, dat is foute boel. Ja, dan weet je van, die gaat niet meer voor de eerste plek. En Chariot, die... Hij heeft een pocket. Evans, ja, kijk eens, 2-9. Geweld, 2-9. Ah, dat is mooi. 2-49. Heel goed. Evans, Chariot. En ook een mooie debutantentijd, hoor. Prachtig.